We gaan naar de slotwedstrijd van speeldag 8 kijken. Sporting Lokeren ontvangt KV Mechelen hier in het vernieuwde Daknam Stadion met die nieuwe tribune. Heel veel volk van Mechelen, maar toch Koen Persoons in schietpositie. Abdurrahimi, goede tik. Ja, heel mooi van Van Aken. Ruimte voor Abdurrahimi, geen buitenspel. Wat gaat hij doen? Naar zijn rechter met de knal. En een hele mooie goal is dat van Bersard Abdurrahimi. Zijn tweede goal dit seizoen. Tim Matthijs. Ah, knallen en even aangeraakt en dan gaat hij wel binnen. Een minuutje na zijn eerste poging heeft Matthijs prijs bij zijn tweede. Goed meegenomen en dan achteruit gelegd en naar de goal. En weer dezelfde twee hoofdrolspelers. Hans Van Aken en Bersard Abdurrahimi. Tim Matthijs met de voorzet. Sheldon Bateau en de goal. 2-2. Matthijs liet het nog liggen. Maar Sheldon Bateau komt dus mee naar voren. Galicios. Galicios met het schot. En geen kwaad schot. En een goede reflex van Bibau. Galicios en een goal. Persoons. Subtiel hakje van Koen Persoons. En beslist hij deze wedstrijd. 3-2 met nog 9 minuten op de teller.